even. Ja, laten we dat maar opnieuw, laten we maar opnieuw doen inderdaad, ja. We hebben hier Maya erbij. Oh nee, toch niet. Ja! Nee mensen, we hebben Spike hier, zoals je ziet. Een tijdje geleden had Spike een leuk design laten maken van zichzelf uiteraard, want zo is hij wel. Nou begin je zo uit je nek te lullen. En toen sprak ik met Arjan, dat is een goede vriend van mij, en Arjan van der Laan. En die is de rechterhand van Jimmy Dunlop. En die zei van, weet je wat, dat gaan we gewoon doen. Dus als een verrassing voor Spike, dat gaat hij nu zien voor het eerst. Hebben wij dit plekje om laten maken? Ja, het is natuurlijk een beetje een grote. Hij is groot uitgevallen inderdaad, hè? Ja, je vroeg Excel. Ja. Hij is lekker dik ook. Dus dit is om goed aan jullie te laten zien hoe het eruit ziet. Wat vind je ervan? Hé, hey, hartstikke cool. Ja, dit is toch wel iets waar... ik weet nog dat ik begon met gitaar spelen en dat ik daar stiekem al van droomde. Ja, maar nog mijn eerste akkoord kende dat ik dacht van... Eigen plek, dat is echt. Ja, dat je zo het publiek aan had. Ja, weet je ook, Keith Richards. Ja, maar dit zijn er dus 800, dus je kan daar voorlopig. Ik zal even een paar open maken. Nou, daar kan ik één weekendje mee vooruit, dat is cool. Laat ze altijd aan mijn klauwen vallen. Dus als je een fan bent en je staat vooraan, dan kan je binnenkort plek te schrapen, hopelijk. Ja, wat dat betreft, voor mij zijn ze niet te koop. Voor mij is het gewoon, zijn niet te koop. Naar dus een concert maar, en vang ze op. Eens kijken of die het doet, joh. Maar wat ik in de tussentijd nog even wil vertellen is dat de laatste was ik bij jullie concert in Den Bosch. Ja. En dat was met het residentieorkest, direct het residentieorkest. En het was serieus, ik was daar met mijn zoon en we werden echt weggeblazen. Niet door het volume, maar door de kwaliteit. Het was echt zo verschrikkelijk goed. Dus ik heb misschien het idee dat er ooit nog eens een keer zoiets gaat gebeuren. Dan moet je echt kaarten kopen, want het is gewoon fantastisch. Ik kan je vertellen dat wij in december doen we... twee, misschien drie shows in de Ahoy in Rotterdam. Ah. En daar is het Residential Orchestra, is daar special guest. Oh, te gek. Nou ja, dit moet dus, je echt gaan zien. Dus als je nog geen kaarten hebt, ik weet niet of ze al in de verkoop zijn, maar... Er zijn nog 11 kaarten. maar het coole was, het was, ik bedoel, de Brabanthallen zijn dat volgens mij? Ja, Brabanthallen. Vroeger waren dat veehallen, dus het was echt packed. En het was gewoon... Klapvee. Nee, maar het was vol en het was eigenlijk een soort internationale productie. Daar leek het gewoon op. Weet ja, je. Ja het was, we zijn begonnen met drie shows. AFAS, Martini Plaza, Rotterdam, of, Groningen, Brabanthallen in Den Bosch. En dus de avond in Amsterdam. Ja. Uiteindelijk werden het twee keer in de AFAS. Dus we konden ook uitpakken. De kaartjes gingen goed en liepen lekker. Het was snel uitverkocht. Dus dan weet je ook van, nou, je kan iets goeds neerzetten en een mooie productie bouwen. Stof, ik ga hem ophangen. Ik had alleen nog geen eigen plek dus, maar nu wel. Ja, het is, ik vind het leuk. Waar ik ook blij om ben, is dat ik ze... Dat ons logo erop staat. Ja, dat jullie logo erop staat, Rob, ja. Ik heb wel een vraag voor jou als speler. Ja. Jij speelt akoestisch en elektrisch. Ja. Je hebt één dikte plek. Ja. Speel je altijd met dezelfde dikte, of speel je ook met andere diktes op een ander instrument? Bijvoorbeeld akoestisch dikkere plectrums? Akoestisch speel ik in de studio nog wel eens op dunnere plectrums. Ja. Omdat je, ja, soms wil je een akoestische gitaar, bijvoorbeeld Through the Looking Glass, ons liedje wat we vorig jaar hebben uitgebracht. Ja, dus de akoestische partij op de plaat is echt... Het ging erom in mijn studio om... lekker om het, vloeiend. Nou, heel stoïcijns. Ja, dus dat het bijna een shaker is. Ja, exact. En dan moet je een dunne plectrum. En een dunne plectrum, dan hoor je de aanslag. Ja, de attack is weg. De attack is weg. Ja, je hoort hij weet namelijk alles over plectrum, maar verder weet je niets. Maar... Kijk, hij weet zo weinig dat hij zelfs meemaakt. Maar dat is wel grappig, die vraag die je stelt inderdaad. Want dat is letterlijk waarom ik op dat liedje een dunnere plectrum heb gebruikt. Ja. Want je hoort het hier al als je zacht. Sowieso is het een tip om akoestische gitaar zachter te spelen in de studio dan je misschien gewend bent. En je hoort hier als je zacht gaat spelen, gaat de gitaar waanzinnig klinken. Maar je hoort net zo hard dat de plectrum aanslag. Op het moment dat je dan een zachtere plectrum gebruikt, is die aanslag een beetje is minder hard. Maar ik vind het interessant dat jij, wat jij speelt... Eigenlijk knippen we er allemaal uit. Hè? Veel meer met links. Ik vind dit juist voor het eerst dat we iets inhoudelijks hebben. Nou. Ik ging kijken naar de kleuren. Ik speel normaal op de gele van jullie. Ja, dit zijn de gele. En dit zijn de gele, maar wat ik dan leuk vind is dat het dan
ook die nee, je ziet hier een beetje beter, ja. Vlekkerige, de spreek, ja. De textuur heeft. Maar van... dat krijgt hij dus als hij wordt gewerkt, als de inkt eraf gaat. Want de inkt is nu de buitenkant. Maar die is geprint op wat je normaal gebruikt als Tortex. En die is voorbewerkt zodat hij grip heeft. Dus het is in het begin is die, ja, speel je die lak of de inkt eigenlijk af. En daar moet je. Volgens mij moest jij toch weg of zo. Ja. Gelul, man! Ja. Nee, ik moet ook weg. Ja, nee, klopt. Ik moet naar de studio. Ja, neem deze allemaal mee. Dus die gesprekken zonder inhoud toch leuker. Ja. Gaat nergens over dit. Wel te gek! Yeah!